kennen jullie Jacques Mouchal. Hij was een architect, maar ook een beeldhouwer. En zijn bekendste werk is ongetwijfeld met Expo 58 naast het Atomium La Flèche de Pijl. Jammer genoeg heeft dat de Expo niet overleefd. Maar jullie kennen hem zeker ook van Signe de Lumière aan de Naamse Poort of het signaal van Zelik aan het begin van de E40 richting kust. Hij was vooral geïnspireerd door vooruitgang en techniek. Maar vandaag zijn we in het Zuidstation en laat ik jullie een plafondschildering van hem zien. Het is een technisch meesterwerk dat doorloopt op heel de lokettenzaal en ook op grote delen van de perrons. En hij gebruikt de kleuren geel, rood en oranje, zodat de reizigers zich op de verschillende etages kunnen oriënteren. De kleuren benadrukken de structuur van de plafonds en het kunstwerk laat de ruwe constructie tot zijn recht komen. Jacques Mouchal was dan ook een monumentalist.